Yo mensen van DMs en welkom bij deze nieuwe tutorial. Het is, tenminste, het is niet echt een tutorial. Maar ik heb gezegd dat ik dit zou laten zien en er een soort van tutorial van zou doen. Dus hierbij. Wat dit eigenlijk is. Dit zijn twee designs voor Hidden Torch Key. Zoals ze genoemd worden. Of Hidden Input Device. Ik weet niet precies. Ja, verborgen. Aanzet. Apparaat, ding, iets. Ik veel. Maar in ieder geval, deze gebruik je met een stukje redstone dust. Plaats je hier. Dan krijg je hier een output. Zo. Als je dit plaatst, zo. Dan kun je, weet ik veel waarvoor gebruiken. Wel eens aan te raden om hier een T-flip-flop aan te maken. Maar goed. En deze is voor een redstone torch. Die kun je plaatsen op dit blok of op dat blok. Het snelste is op dat blok. De heleboel torches. Oké. En dan krijg je hieronder bij je redstone lamp. Als je het zo, ja, zo kun je het zien. Krijg je een output. Dus ik zal heel eventjes bij deze stil gaan staan. Zodat je hem pauze kan zetten. En kan nabouwen. Wat ik wel even moet zeggen is dat deze liever moet aan zijn, want als ik hem zo uitzet, kijk, dan blijft hij rechts van dus gewoon zitten en dan helpt het helemaal niet. Nee, hij moet wel aan zijn, maar dat lijkt me logisch op zich. En deze is misschien iets lastiger. Wat ik even bij zeg is dat deze op twee tik staat, die repeater, en deze twee zijn sticky pistons. Verder is die ook gewoon na te bouwen, denk ik. Dus. Nou, in ieder geval bedankt voor het kijken. Abonneer. En tot de volgende keer. En dan zie ik jullie weer bij een volgende tutorial.